Het is druk zaterdagmiddag op het TT-circuit. De zesde TT-run kent een record aantal deelnemers. En dat stemt de organisatie tevreden. Ja, het is zelfs spannend of die mensen nog de officiële start uithalen van 13:30. Maar we starten wel gewoon om 13:30. We hebben ooit een keer de start verlegd door de drukte. Maar dat is niet terecht, vinden wij. Kom gewoon op tijd. En als die mensen nog op tijd zijn, dan kunnen ze rustig nog even inschuiven in het startvak. En al bij de voorinschrijving liep het storm. Toen zaten we met elkaar opgeteld op bijna 2500 deelnemers. Nou ja, er komt een aanschrijving nog bij, dus mooie groei dit jaar. En veel atleten staan niet voor het eerst op de startgrid. Derde keer. Ja. Wat is het record? Volgens mij iets van de 40, volgens mij 41, dus ik wil onder de 41. En ga je nog een pitstop doen onderweg? Nee. Eindhoven? Ja. Een stukje uit de buurt. Het is een eindje kachelen, maar ja, we hebben geen TT-circuit in Eindhoven, dus dan moeten we het hier doen. Hè? Ja, maar dat is de magie om hier te lopen, over het TT-circuit. Ja, ik heb al expres ook al een mooi filmpje gemaakt dat ik over het asfalt loop, bij alle bandensporen, een stukje terug daar waar de startpositie is. Dus ja, kan niet beter, toch? En hopelijk komt Valentino Rossi volgende week wat beter van zijn plek. En dan de start van de zesde TT-run. Iedereen gaat op weg voor 1, 2 of 3 rondjes over het TT-circuit van 4,4 kilometer. Ja, en dat levert prachtige plaatjes op. En de wedstrijd bij de One Lap, die ene ronde, die wordt gewonnen door Wilfred van Olst uit Groningen. Nou, aanvankelijk ging Arjan Bloem best wel hard weg. En is dat tempo wel heel hoog. Vervolgens kwam ik met een andere jongen met z'n tweeën te zitten. Alleen scheen dat hij de twee rondes deed. En toen liep ik ook weg, dus dat was ook niet echt meer concurrent, maar heel wat vrede. En Jasmin Hillebrink wint de One Lap bij de dames. Gewoon lekker lopen en ik voelde me sterk, dus dat ging vanzelf. En dan is het wachten op al die recreanten.